16 counties. The first one should have been right, it's only five blocks. Waar mag je zien? Ik ga eerst drinken. Kom op. Eerst drinken. Ik heb de voor mij straks in het terug. Hoeveel man? 25 frank, hè? 20, jongen. Kom maar, 25 frank. Nee, nee, bijvoorbeeld op zo'n machine. Anna, wil jij 20 frank geven? Kapot staat erop. Moet een overkant zouden doen. Moet je hier rusten? Moet je vanzelf door? Ja, wie hebben we daar? Iets gemaakt. Kijk maar één boekje, net die andere boekje. Ja. Kom maar hier. Ik zie het. Een beetje voorgrond hebben. Ja. Beginnen te slaan naar dat ding wikkels. Oh, maar dat is mijn jij die geworden, hè? Dat leeft, hè? Dat kan niet anders. Oh, maar jij is de grootste, hè? Ben je dat werken daarop? Met de hamers en het manueren is verbonden met de klepels. Wat is nu het verschil? Het verschil is dat het veel melodieuzer klinkt. Kijk, als ik dat doe, hoort dat wel. Maar als ik dat doe, klinkt dat anders. Dat klinkt veel holler. Omdat hij een toon
van de ene wand naar de andere kant geslagen wordt. En daardoor wordt dat melodieuzer. Het gevolg is ook, als de automatische speler dan nu gaat horen, dan kunt u gerust blijven staan. Dat is een beetje luid, maar dat doet geen pijn aan uw oren. Maar als een bijardier speelt, dan moet hij niet staan. Want dat is 10 keer zo luid. En dan zult dat echt pijn doen aan je trommelvlies. Dan kun je dat niet verdragen. Nu, hij heeft daar geen last meer, want die cabine is gecapitoneerd. Dus die klanken zijn normaal niet. Verzacht heeft dat. Ja. Nu, op elke klok is er ook een naam. Dat is de naam van de Peter. Dus nu zullen we zeggen de sponsor. Die niet dat heeft betaald. Of iemand die iets voor de stad gedaan heeft, ter ere van wie men een klok dan een naam gegeven heeft. Dus we gaan hier een beetje wachten, ze gaan dan spelen. Als ze beginnen te spelen, moet je vooral kijken tussen de klokken in. En daarboven gaan die amersen staan tegen de klok. En ineens als ze zo gestart, was de hoogste reep. Die hebben ze voor 2 jaar bijgezet. Nu, als er een klok versleten wordt, versleten raakt, dat gebeurt niet al jaren, dan wordt die uiteraard vervangen. Je hebt misschien gezien het naar boven gaan, ben je verdiep voorbij gegaan. Het eerste verdiep waar allemaal klokjes waren. Je kunt er straks eens blijven bij staan, dat is geen probleem. Dat zijn versleten klokjes. Dus klokken die tot de bijaard behoord hebben, maar daar zijn barstjes in gekomen, daar zijn een stuk schuld is, dan klinkt dat vals. Dat is met die klokken juist zelf. En dan zijn die dus vervangen en een paar van die oude heeft men daar dan bewaard. Ja. Donc ici encore toujours une quarantaine de cloches sur une cloche originale. Comme c'est eux qui sont là, il fait un siècle de moins, 1740. Il y en a aussi qui datent des années 90. Et vous avez vu en passant.
Heel fijn.